dus nu nog de grote vallende herfstbladerboom opzoeken die een hol heeft in de stam waar de twee verdwaalde kinderen in liggen. Keesje, Meesje, linksaf, Ietje, Fietje, rechtsaf. In de maat, 1, 2, zoek hem maar. Meneer Beer ging met een plof op zijn zitten, op zijn billen. De billen van mijn beer, die kunnen wel wat hebben hoor, dat zijn net twee kussentjes. Of van die zachte kadetjes, twee mooie ronde billen, linkerbil, rechterbil. Je kan ze ook wel vergelijken met twee grote watermeloenen. Maar ja, die zijn weer groen en niet bruin en harig. Hoe kwam je op het idee om een kinderboek te gaan schrijven? Mijn dochter die wilde altijd voorgelezen worden als ze, voordat ze naar bed ging. En nou, die heeft zoveel boeken al op de kamer, maar alles is al gelezen. En toen zei van, mam, verzin dan een verhaaltje. Nou, ik ben verhaaltjes gaan verzinnen en op een gegeven moment vroeg ze, hoe loopt het nou af? En ja, daar had ik nog helemaal geen antwoord op. En van langzamerhand is het verhaal steeds groter en groter en groter geworden. En toen ben ik het maar op gaan schrijven. En er komt een meisje in voor in mijn boek, die heet Diana. En dat is, mijn dochter heet Hennedy. En dat is eigenlijk haar naam door elkaar gegooid. En dan krijg je Diana. Als ik meega, kan ik dan, als de kinderen gevonden zijn, gaan slapen? Ja, meneer Beer, dan kunt u gaan slapen. Lekker onder de wol in uw grot. De hele winter door tot de lente aan uw deur klopt. Met een heerlijke zonnestraal. De vogeltjes die weer met veel overgave het mooiste lied fluiten. De konijntjes die weer door het gras hollen en huppelen. De haasjes die haasjes overspelen. De libellen die over het water scheuren. Maak je ook je eigen illustraties, dus de tekeningen in het boek? Of laat je dat aan iemand anders over? Tekenen is een van mijn andere hobby's. Ik schilder ook. En schilder heb ik er helemaal geen tijd voor. Maar af en toe pak ik nog wel eens een potloodje op. En dan vind ik het heerlijk om gewoon ja, de natuur na te tekenen. Hoe zie je dat dat verwezenlijk wordt? Jouw droom? Jouw boek in de winkel? Ik ben gewoon, ja, op internet kan je tegenwoordig alles vinden. Ik heb een uitgever gevonden op internet. En die geeft bijna tot 95%, 98% elk boek uit. Dus ook kinderboeken, romans, thrillers, wat dan ook. En ook kinderen die een boek hebben geschreven, die kunnen daar ook hun boeken publiceren of uit laten brengen. Dus ik denk van, nou ja, waarom ik niet? Wat is de titel van het boek? Grote voeten, rode neuzenvolk, herfstfeest. Dankjewel voor dit gesprek. En ik wens je heel veel succes.